Alkmaar heeft een rijke en interessante historie. En wanneer daar de kans voor is, wordt geprobeerd nog meer over Alkmaar te weten te komen. Door bijvoorbeeld opgravingen, waarvan het resultaat vervolgens in het Stedelijk Museum te zien is. Door de sloop van de tijdens de nieuwjaarsbrand van 2015 verwoeste gebouwen in de Lange Straat was er weer zo'n kans om meer te weten te komen over in dit geval de Lange Straat en de daar op nummer 60 wonende Maria Tesselschade Rommers-Visser. En die kans pakte goed uit. Dus toen we inderdaad de beerput op Lange Straat 60 vonden, was het extra spannend. En eigenlijk met iedere hap die we namen en iedere scherf glas, gelijk kijken met je handschoenen, zou het, tot die ene scherf. Dat was kippenvel, echt. Echt het moment dat je denkt, ja, hier heb je er al die tijd op zitten wachten en dan heb je hem. Je vertelde over de opgravingen. En toen kwam je bij het moment dat er een glasscherf omhoog kwam. Toen moest je volgens mij even ademen, even rustig. Ja, dat was zo'n mooi moment. Hè, want je bereidt zo'n opgraving voor, je doet historisch onderzoek. Je weet dat Maria Tesselschade daar gewoond heeft. Je weet dat ze glas gegraveerd heeft. Je hebt in brieven gelezen dat ze ook wel eens brak. Ja, dus 1 en 1 is 2, die werden ook ergens weggegooid. En de beerput is de meest aangewezen plek. Dus toen we in de beerput aan het graven waren, je moet eigenlijk zien, het is gewoon zwarte blubber met af en toe iets herkenbaars. Iedere scherf glas die we vonden werd tegen het licht gehouden. Totdat je dan ineens dat moment hebt dat je hem aan je mouw afveegt en dat je ziet, het staat er echt op. Weet je, dat is echt heel gaaf. Bij Maria Tesselschade, de naam gaat bij iedereen eigenlijk een belletje rinkelen. Omdat, nou ja, nagenoeg iedere stad is wel een Tesselschadestraat. En ook is het boegbeeld van Tesselschade Arbeid Adelt. Dat is niet voor niks. Ze was in haar tijd eigenlijk al heel beroemd. Haar vader was dichter, Rommers-Visser. Haar zus, Anna, was ook bekend. Ze konden lezen, ze konden schrijven, wat in die tijd al heel bijzonder was voor een vrouw. Maar ze kon het ook in het Frans, in het Italiaans en zelfs in het Latijn. Die opgraving hebben we in gang gebracht. Uiteindelijk hebben we in de zomermaanden het totale gebied opgegraven. 1100 vierkante meter, 4 huislocaties historisch gezien. En we hebben ontzettend veel gevonden. Dat had ook gevolgen voor wat jullie dachten te weten. Ja, klopt. We hadden eigenlijk het beeld van de Lange Straat, het ontstaan in de 13e eeuw. We hebben stadskastelen opgegraven in de Lange Straat. Onder andere onder het pand van de H&M, wat er eigenlijk aangrenzend ligt. Dus eigenlijk dachten we, de Lange Straat is een hoofdstraat, een soort Manhattan, waar meer van dat soort panden staan. Dus eigenlijk hoopten we een stadskasteel te vinden. Groot was onze verbazing eigenlijk dat we die niet vonden, maar een reusachtige, bijna industriële leerlooierij die daar meer dan 100 jaar gezeten heeft. En dat zegt iets over het straatbeeld in die tijd. Weet je, hoe kan je het verklaren dat een stadskasteel, wat echt een enorm kapitaal huis is, naast een leerlooierij ligt? Ja, leerlooierij, het stinkt behoorlijk. Dus dat zet wel ons beeld van zo'n stad en zo'n straat anders. De glasscherven zijn afval, dus dat is niet raar dat je dat in een beerput vindt. Die ring is toch wel een duur iets, heb ik begrepen. Ja, die ring, dat is echt heel bijzonder. Het was, zoals Martijn Akkerman er straks al uitlegde, het is waarschijnlijk haar trouwring geweest. Goud met emaille. We hebben in het Rijksmuseum uitgezocht dat dat zwart en wit of misschien donkerblauw emaille is geweest. Dat door zuren in de beerput is aangetast en een roosgeslepen diamant. In die tijd at men met de handen. Vorken kwamen pas veel later. Messen waren op tafel. Maar iedereen at gewoon met zijn vingers. Nou ja, je zult het zelf wel eens ervaren hebben. Als je een kipje kluift, dan krijg je nogal vette vingers. En waarschijnlijk is het, zeg maar, met het afvegen van de vingers met een servet, zijn de ringen afgegleden en tussen het afval gekomen en keurig in de beerput gedeponeerd. Dat was echt een typisch gevalletje van dikke jammerdam. Ja,